De hele wereld is hier. Iedere journalist, iedere fotograaf, iedere cameraman, iedereen is hier. Het is wel heel erg moeilijk om origineel te blijven als je... Nou, dat is allemaal niet moeilijk. Het gaat er niet om om origineel te blijven. Het gaat er om je ding te doen wat je altijd wil doen. Je manier van kijken, iets in beeld brengen. Dat is het belangrijkste. Een mooie foto kunnen een heleboel mensen maken. Een foto op een beslissend moment is voor niet zo heel veel weggelegd. Voor mensen die op de motor zitten in de koers, maar dat doe ik dus niet. Het leukste is, en het meest op de tenen lopen, en het mooiste is als je een hele mooie foto, wat je hebt bedacht, zoals jij wilde fotograferen, en daarin ook nog het beslissende moment hebt. Kijk, dat is de top voor mij van fotografie. Onze klimmers komen uit de tunnel. Ja. Ja, dat is wel heel leuk om een tunnel te gaan fotograferen als je in de berg zit. Poeh, dit is een mooi shot. Dus als je hier gaat staan, daar, kan je hem zo maken, daar. Echte verrassingen worden minder. De ervaring wordt natuurlijk wel veel groter. Je zet je auto tactischer neer, je weet makkelijker waar je kan insteken. Voor de logistiek is dat handig. Soms ga je niet naar het perscentrum, zet je de auto vlak onder de top van de berg om te keren. Zodat je sneller bij je hotel bent en 's avonds niet nog uren vastzit naar beneden. Moet ik hem zo neerzetten, dan niet gepiepeld wordt straks. Dus zet ik hem, zonder dat die agent heel goed kijkt, even een eindje naar voren. Foto van Sagan met Caviria na de finish, waarbij Sagan supersportief Caviria feliciteert en even zijn hand vastpakt, even dat hele intieme moment van achteren. Ja, dan heb je wel het idee dat je een foto maakt die redelijk bijzonder is. En dan vind ik dat ook leuk dat ik zo snel ben omgedraaid en dat heb kunnen bedenken vooraf dat er misschien wel wat kan gebeuren. Het hoort wel eens dat ze erin blijven hangen, hè? Dat lijkt me ook wel wat, hoor. Het is net boven het parcours uit. Nou, er zijn wel momenten die je heel erg koestert als fotograaf. En dat zijn eigenlijk de onverwachte momenten die prachtig uitpakken. Waarvan je op voorhand denkt dat het verschrikkelijk wordt. Zoals de enorme regen met Tom Dumoulin op de Arcalis. Dan ren je maar naar een boom waar je een beetje kan schuilen. En dan schiet je door de bomen heen. En dan maak je een foto die voor mijn gevoel en nou, wat ik wilde maken veel mooier was dan wat ik bedacht had die dag. Cadel Evans die nooit op kop ligt. En die ik op de Galibier dan maak. En ik lig daar, ik heb een compositie gemaakt op het eind van de koers. Zodat je wel de belangrijke mensen in beeld hebt. En dan komt Cadel Evans op kop. Om de bocht. En die rijdt nooit op kop, of reed nooit op kop. En die moest dat toen wel doen. En wint daar ook de Tour. En dat zijn hele leuke beelden waar ik veel plezier aan heb. En die koester ik dan wel.